We zijn vandaag op het Statenplein aan de stoepranden. We hebben als gemeente Team Sport hebben een zomerprogramma opgesteld om de Dordtenaren toch in beweging te houden. En ja, vandaag zijn we aan het stoepranden. We hebben ook al in West hebben de Urban Games gedaan. We hebben baseball 5 gespeeld, 3x3 basketbal en urban hockey. Dat was ook super leuk, maar tot nu toe is dit wel ons grootste succes. Wat is dat nou ook alweer, stoepranden? Stoepranden is dat je eigenlijk met 2 mobiele stoepranden in dit geval tegenover elkaar staat. En dat je probeert op de rand van elkaar stoeprand te gooien. En als je dan goed landt, heb je een punt. En er zijn binnenkort ook nog NK's van, dus het is wel een spel dat veel gespeeld wordt. En vinden mensen dat leuk? Super, we hebben nu kinderen gehad, jong, oud, opa's, oma's, dus het slaat zeker goed aan. Een beetje leuke stoepranden? Heerlijk, heerlijk. Ja. Ja, lekker. Waar is hij nou? Oh, daar is de bal. Nee, gaat hartstikke goed. Hij doet hartstikke leuk. Hij heeft het op school ook geprobeerd. Dus, Dat uw zoon? Ja. Hey, is het leuk om met je moeder te stoepranden? Ja. Nee. Waarom? Nou, ja, ik ben er niet zo goed in, maar ik vind het wel leuk om tegen het ding aan te gaan en dat die bal dan terugrolt op jouw helft. Want hij heeft het al eens eerder gedaan? Ja, op school. Ja. Maar je moeder dan nooit, hè? Nee. Heb je het geleerd? Nee, ze wist het gelijk. Maar kent ze het een beetje? Ja, best goed. Ja? Ik kan het niet. Ik kan het echt niet goed. Dus je moeder kan het beter dan jou? Ja. Zonder oefening? Ja, want ik ben... Een klasgenootje had mij een techniek geleerd, maar die ben ik vergeten. Dus nu gaat het niet zo goed meer. Is het een beetje leuk, mevrouw? Het is weer als vroeger, hè? Is leuk? Gezellig. Die meiden zijn niet helemaal gewend, geloof ik, hè? Nee, ja, tegenwoordig heb je niet zoveel stoepranden meer, dus het is allemaal gelijk. Dus dit is wel heel leuk voor ze om te doen. Ja. Dan zie ik hier achter me ook nog iets met een netje. Wat is dat? Ja, dat is voetvolley. Die hebben we ook meegenomen. En ja, op dit moment is er een opa ook bezig met zijn kleinzoon en zijn zoon. Dus het is van alle generaties. Nou, wij komen uit Capelle met de waterbus. Capelle aan de IJssel. En ja, we kwamen dit tegen. Hartstikke leuk. Een initiatief van de gemeente, hoorde ik. Ja, gewoon mee lopen doen. Ja, ik ben bijna 80, maar ja, je moet toch een beetje bezig blijven. En met wie doet u dat? Nou, met mijn kleinzoon. En mijn zoon. Het is wel hartstikke leuk, hoor. En kent u de regels van het volleybal een beetje? Nee. Nee. Nee, dat ken ik niet. Nee. Die heeft u net geleerd? Nou ja, je kan hier met die jongens van de gemeente leren je van alles, dus best wel leuk. Had ook nog stoepranden? Stoepranden hebben we ook gedaan. Dat gaat goed. Dat is nog een beetje uit mijn tijd, ja. En dat gaat de hele zomer door? Ja, gaat de hele zomer door. Tot de laatste week van augustus. En ons zomerprogramma is te vinden op de website dordtsport.nl/zomerprogramma. En waarom moeten die Dordtenaren zo nodig bewegen? Bewegen houdt je gezond, zorg ervoor dat je langer thuis kan blijven. En het is ook gewoon superleuk. Kijk hier achter je, het zonnetje schijnt en iedereen is aan het lachen en aan het genieten.